En toen je je wereldkampioenschap had gehaald, was het toen op A of op B-niveau? Dat was op A. Op A-niveau. In 1990 Nederlands kampioen bij de junioren, kwartriel. Nederlands kampioen bij de junioren, run by run. In 1991, 1992 Nederlands kampioen, kwartriel junioren. 1993, derde op de Nederlands kampioenschappen bij de profs. En dan heb je nog het Europees kampioenschap vierde en achtste in 92 en 93. Zo, redelijk wat titels. Redelijk. En genoeg wedstrijden. Klopt het dat men altijd op zoek is naar iets beter op kwaliteitsniveau en dat de strijkel daar gemakkelijk misschien zelfs nu zelfs op nummer 1 voor staat? Voor mij wel. Nogmaals, ik heb een moetje blijven smeren. Ja, logisch. Maar de strijkel is voor mij gewoon de nummer 1. Het werkt en daar gaat het om. Ja, perfect. Rijwielhersteller, fietsmaker. Op dit moment 11 jaar. 11 jaar. Jeff Janssen Elslo. Een bekende naam in de wielersport. Ja. Verleken onder ons. Sjefke Janssen was een begrip voor. Sjefke Janssen was de eerste oud-Nederlands renner die wat de Tour uit heeft gereden. De Tour de France. Tour de France, bij de profs. Nederlands kampioen is geworden in 1949 en in 1947 na de oorlog. Dus het was wel een begrip in Nederlands Limburg. Ja. Ik denk dat. Tot hij weinig klachten gaat krijgen. Qua geluid, qua schakelen en het overige dingen wat met de fietsen maken heeft. Dat betekent dus het schoonmaken van de ketting is veel makkelijker door de strijkhold. Het schoonmaken van de blokken is veel makkelijker door de strijkhold. En de meeste renners zijn niet zo bekwaam of technisch voor de fietsen volledig in elkaar te halen. Dus nee, oké, dat geloof ik wel. Het is gewoon ideaal daarvoor. Oké, perfect. En ja, net zoals je ook zegt, als je hem eenmaal met de strijkhold behandeld hebt, is een stukje onderhoud ook veelmaal veel makkelijker. Ja. Ten eerste de strijkhold een beetje op een doek spuiten. De ketting een paar keer ronddraaien en de doek erop houden, zodat de ketting schoon wordt. En dan één keer inspuiten met de strijkhold, 5 minuten laten intrekken en dat nog eens even afrijden. En dan is het perfect. Dus met andere woorden, je doet reinigen en smeren tegelijkertijd met de strijkhold. Ja. Dat zijn bij jou gewoon ook op dit moment de beste ervaringen. Ja, ik heb daar gewoon de beste ervaringen. Oké. Okay. Ja, ik heb het ook al bij meerdere klanten van mij gehoord die het ook op deze basis doen. En omdat hij ook een reinigende capaciteit in zich heeft, dat ze zeggen van hij reinigt goed en laat even ja, de smeerfilm achter, waar het zich om draait natuurlijk. Ja. Hè. En vooral het verwijderen van de oude vetten of olie is heel belangrijk. Ja. En als hij eenmaal in de strijkhold zit, is het heel makkelijk om het goed te houden. Ja. Dat is net wat je zelf zegt. Een kwestie van terugkomen en even gemakkelijk schoonmaken. Ik adviseer ze om eens schoon te proberen met strijkhold. En dan zien ze het resultaat vanzelf. Ja. Dus wat jij ervaart bij de mountainbike. Vroeger heb je renfiets. Nu even op dit moment niet. Maar meer mountainbike. Maar de resultaten wat jij hebt, dan kan het natuurlijk alleen maar des te beter ook bij de renfiets zijn. Bij de mountainbike lijkt het gewoon veel meer dan bij de racefiets. Dus bij de racefiets is het nog makkelijker om de ketting proper te houden. Ja. Iedereen, van wapenspecialist tot fietsenmaker. Heb jij ook ervaringen met de remblok slimmertjes?
Met de schijframen gebeuren, dat zit op deze fiets natuurlijk. Ja. Daar werk ik ook dagelijks mee. Dat werkt ook perfect door. Ja, omdat ik hoorde van een collega van jullie dat schijnbaar mensen die de fiets niet onderhouden. Ja, dus en, de cilinders gaan vastzitten. We gaan vastzitten. Ja. En als ze de strijkhold gebruiken, gaat het heel gemakkelijk los. Of ze gaan gemakkelijk op wanneer? Het gaat makkelijker los, ja. De andere materialen krijgen ze niet los. Ja. Daar moet je ook, zoals met de ketting, eerst in laten werken. Ja. En dan pas. Ja, oké. Okay. Het is geen wonderproduct, je spuit het in en binnen een seconde is het weg. Nee, dat werkt niet. Als je het even de tijd geeft, dan is het resultaat dat het wel werkt, maar je moet het even tijd geven. Ja, daar gaat het om. Ja, ik heb nog een opmerking over het gebeuren van het remsysteem, vooral bij schijfremmen. Of met name met schijfremmen. De strijkhold werkt perfect op de cilinders, maar spuit het niet op de remblokken, want dan remt het niet meer. Het blijft uiteindelijk toch een smeermiddel. En zo goed als de smeerders op de ketting smeren, doen natuurlijk ook de remblokken. En dat is niet de bedoeling van een remblok. Die moet remmen en niet remmen. Dus met andere woorden, wat ik van andere collega's ook had gehoord, oppas met remschijven, remblokjes. Ja. Tot die afgedekt worden als je de rem... Of haal ze even eruit. Of haal ze even eruit. Ja. Dus voor de remcilinders is die goed, maar dan moeten het blokken eruit gehaald zijn. Juist. Oké. Okay. Ik ga vertonen hoe ik de cilinders van de schijfremmen schoonhoud. Oké, perfect. Ik verwijder het wiel, de achterwiel. Dat gaat gemakkelijk. Ja. Dan verwijder ik de remblokken zelf. De remblokken. Dan knijp ik de cilinder in. Ik doe dit alleen als de vervuiling van de cilinder vast zit. Als er zand tussen zit, beweeg één kan niet meer. En dan spuik ik de strijkhold erin. Ja, nog eens. Je ziet dat beide cilinders bewegen in dit geval. Maar als er één niet beweegt, dan blijf ik de rem inknijpen tot hij naar buiten komt. Dan spuit er strijkhold in. Beweeg de cilinder terug naar binnen. Beter. En als het goed is, moeten de cilinders zo gelijktijdig, en dat doen ze, naar binnen komen. En dan is het schoon. Dus ze gaan mooi weer terug. Dus dat is een algemeen bekend probleem wat voorkomt. Ja. En dat is vaak een moeilijk probleem om het opgelost te krijgen. Voor de gewone leek is het lastig om dat te demonteren en even te doen. Want meestal als je de rem inknijpt, valt de cilinder eruit, dan begint hij te lekken.
Okay. En dan remt hij niet meer. Dus nu houdt het op. Dan, Laten we het zo zeggen. Ik heb heel duidelijk gezegd. Dit mogen alleen maar mensen doen die of professioneel aangelegd zijn, die weten waar ze mee bezig zijn. Dus niet een leek die denkt van, oh weet je wat, ik doe even de remcilindertjes. En die totaal niet weet wat hem te wachten staat. Nee, dat klopt. Dus echt de vakman of de mensen die duidelijk verstand van hebben wat ze doen. Ja. Door middel van de strijkhold is dat wel een positieve oplossing. Om die remcilinders weer. Ik deed dat normaal, deed dat iedere twee, drie weken één keer. Ja. En de strijkhold heb ik het nu, sinds ik de strijkhold gebruik, niet meer gedaan. Dus en dat heb je één keer gedaan? Ik heb het één keer gedaan met de strijkhold en ik heb het daarna niet meer hoeven te doen. Het ding is, nu is het keramische cilindertjes in. Ja. En dat is met de strijkhold geweldig. Keramische cilindertjes. Die cilinders zijn van keramische materiaal. Nee, maar omdat normaal zou je zeggen, vaak in het fietsgebeuren gaan ze naar hele professionele materialen. Tegenwoordig is keramiek een van de materialen wat ze toepassen. Ja. Dat je zou zeggen, keramiek is al de oplossing. Terwijl in dit geval zelfs gestrijkeld bij keramiek een perfecte toegevoegde waarde geeft. Juist. Vanaf januari ben je strijkhold gaan gebruiken. Mm-hmm. We zitten nu in juni. Mm-hmm. Dus met andere woorden, nu is het als demonstratie wat je gedaan. Ik heb de cilinders niet meer losgehaald of de rembokjes niet meer eruit gehaald sinds januari. Half januari, bijna laatst januari. Dus met andere woorden, je hebt eigenlijk in principe nou gedurende vijf, bijna zes maanden hem één keer behandeld en verder niet meer. Zolang er niet te veel water bij komt. Hoef je het niet meer te behandelen zolang het gestrijkeld erop zit. Oh. Dus als je veel door de regen rijdt, dan zal het vaker moeten gebeuren. Ik ben daar heel tevreden over. Dus. Ja, maar wat ik dus ook begrijp uit jouw verhaal, normaal voorheen, toen je strijkeld niet had, deed je dat gewoon standaard? Iedere maand zeker één keer. Iedere maand zeker één keer. Ja. Zet de remblokjes maar weer in elkaar. Gaan we doen. Ja, nou ja, dan zetten we de blokjes terug. Want uiteraard, wat zou het negatieve kunnen gebeuren? De strijkhold gebruiken. Ik had dus een smeermiddel en dat gaat nooit werken op een schijfrem. Nee, oké. Okay. Dus met andere woorden, het zou dan super glad worden. Ja, wat het averechts effect. Het remt gewoon niet meer. Oké. Okay. Nee, is goed. Duidelijk als argument dat men dus duidelijk de remblokjes van tevoren eruit moet halen. Juist. Yes.